In deze video ga ik jullie de verschillende websites laten zien waar je een taalpartner kan vinden en dus de taal kan oefenen die Dit is je de eerste leert. site, Babbel Village, en daar kan je dus een taalpartner vinden. De sites zijn wel redelijk overzichtelijk. Meestal is de voertaal Engels en daar kan je dus je profiel aanmaken en een taalpartner vinden. Dit is de eerste van de sites. En dan krijgen we de tweede, is Conversation Exchange. Deze site heb ik zelf ervaring mee, goede ervaringen. En het is vrij gemakkelijk om hier een taalpartner in te vinden in deze site. Dan hebben we Easy Language Exchange. Dat is voor mij een nieuwe site, heb ik nog geen ervaring mee. Maar ik ga ze zeker binnenkort uitproberen. Speak to Learn English, ja. Daar kom je dus op als je op deze site inlogt. De site is howdoyou.do. Ik zet zo meteen ook alle links, alle adressen, URL's in de section hieronder, zodat je meteen daarop kan klikken en verder gaan. Hier kan je dus ook wel verschillende, niet alleen Engels, ook wel verschillende talen, taalpartners vinden. Interpulse, zowel voor, ja, als je enkel wil schrijven, bijvoorbeeld penpals, zoals vroeger, ja, penvrienden eigenlijk, maar ook als je wil oefenen met praten, bijvoorbeeld via Skype, dat kan je aangeven in je profiel hier, wat je wil. Wil je mensen persoonlijk ontmoeten, wil je via Skype of een ander platform praten, of wil je alleen maar e-mails of tekstmessages uitwisselen. Dat kan je dus aangeven in je profiel hier en daarop kan je ook zoeken bij andere geregistreerden, zodat je, ja, kan vinden wat je zoekt en dat er overeenkomsten, voldoende overeenkomsten zijn. Language Exchange Community. Hier heb ik ook nog zelf geen ervaring mee, maar zoals je ziet kan je ook op je mobiele telefoon. Ik denk dat de meeste sites ook wel een app hebben, dus je kan downloaden. Maar voor mij persoonlijk werkt het gemakkelijkste via een computer of een laptop en dan dat ik op die manier met, ja, mensen kan mentaal oefenen. Language for Exchange, ook deze heb ik nog geen ervaring mee. Maar het ziet er wel netjes uit. Je kan dus via Facebook inloggen, maar je kan dus via Google of gewoon een apart account aanmaken. Lingvogeloop is ook een heel goede website voor ja, talen uit te wisselen, talen te leren met iemand anders. Paljit ken ik zelf ook nog niet, is voor mij nieuw. Dus die ga ik ook heel gauw eens proberen. Ik zou zeggen, ja, neem eens een kijkje en dat is misschien wel de moeite, maar meer weet ik ook nog niet over deze website. Papora Language Exchange Online. Heel handig ook om een taalpartner te vinden. En dan hebben we hier Find a Tandem Partner to Practice a Foreign Language. Zoals je ziet, meestal, ik denk eigenlijk wel altijd, is de voertaal, de basistaal van die websites in het Engels. Speaky heb ik wel ervaring mee, maar mijn ervaring is daar niet zo goed mee. Misschien is jouw ervaring anders of wil je toch een keer uitproberen, maar voor mij bij Speaky kwam er heel veel spam in en ja, van die leden eigenlijk die het verschil niet kennen tussen een website om een taalpartner te vinden en een dating site. Ja, en dat is niet waar ik naar op zoek was of ben. De mixer heb ik ook ervaring mee, ook geen goede ervaring, maar misschien ligt dat voor jou anders.
Ik vind deze site niet overzichtelijk, heel onduidelijk. Er komt een hoop mails komen er van binnen. En waar je niks aan hebt, reclame van dit, reclame van dat. Dus voor mij echt geen goede ervaring met deze site. Zo, dit waren alle websites. Vind je deze video leuk? Geef mij een duimpje. En wil je niets van mijn video's missen? Abonneer dan op mijn kanaal.